Het zijn verenigde krachten. Hè? Doordat we samen zijn, hebben we een heel mooi sterk team. Eigenlijk zit er overal weer een verhaal aan vast. To cover and so above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. Nou ja, ik denk dat ieder voor zich aan iemand denkt. Mijn moeder is 29 jaar geleden overleden. Of nee, 23 jaar. 29 mei, 23 jaar, ik moet goed zeggen. Dus ja, dat draag je toch elke dag met je mee. En zeker met zo'n ronde. Ik heb een aantal mensen die ik dan wel herdenk en die nu nog leven met kanker, waar ik dan bij stilsta. Maar, ja. Dat je ook voor jezelf loopt, met je eigen gedachtes. Maar ook bij collega's waar je dagelijks mee werkt. Ja, we hebben allemaal een bloemenslinger om. Die heb ik in de loop van het jaar weer verzameld. Om uit te drukken dat het inloophuis veel laagdrempeliger mag. 8 jaar geleden mijn dochter verloren aan de gevolgen van borstkanker. Liet 3 kleine kindjes achter. Ja, dan komt er gewoon heel veel in je leven op je pad. Wat verschrikkelijk is. En waar je mee moet dealen en om mee moet gaan. To cover and so above. To lean on wouldn't be good enough. Ik ben al 3 vriendinnen verloren aan deze rotziekte. En daar nog kennissen en familieleden. Dus ik heb er wel genoeg voor mijn heldenronde. Te veel. Ja, het leeft bij ons allemaal, dus ik kan me niet voorstellen dat je niet iemand kent in de familie of kennissenkring die dat ook overkomen is. Dus ik denk dat iedereen zijn eigen moment heeft. Het is meer dat iedereen die meeloopt het goede doelen heel erg ondersteunt. Het belang ziet van het inloophuis en het Prinses Maxima Centrum en daar een steentje aan wil bijdragen. Maar in ons waterpoloteam zit Esther en haar zoon is al 2 jaar ziek en dat is eigenlijk een beetje de inspiratie. To cover. And so above.